5 minuten in Valencia en we hebben een autobotsing gehad. Wat vind je ervan? Eén gezicht, wat je ervan vindt? Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dag vlog. Het is vandaag woensdag 22 november. Ik vlieg vandaag naar Valencia en ik moet nog mijn koffer inpakken. Dus dat gaan we nu even samen doen. Ik heb er wel een paar dingen nog in zitten van thuis. Omdat ik dacht dat het best wel zomers weer ging worden. Dus ik dacht ik vul het een beetje met zomerjurkjes voor als het nodig is. Ik heb denk ik nog nooit zo laat mijn koffer definitief ingepakt. Dus ja. Ik ga van vandaag tot zondag, komt vanavond pas aan. Ik moet even een outfit voor vanavond hebben. Morgen de hele dag, vrijdag de hele dag en zaterdag de hele dag. Dus ik ga even kijken, er zitten best veel dingen in. Maar ik denk eigenlijk dat het koud is. Denk ik. Maar aan de andere kant doe ik toch lekker een blazer bij en klaar. Ik heb hier wat setjes liggen, dus ga ik nu in de koffer doen. Lekker broodje eten, Gio kijken. En die kaarsen die hier op tafel staan, ga ik nu straks even beter laten zien. Want ik heb gisteren binnengekregen en ze zijn echt geweldig. Kijk deze Pornstar Martini. Kaars is dit, hè? De kortingscode is 10melanie. De webshop komt in beeld te staan. Hier kan je dus deze kaars bestellen. Dit is het Pornstar Martini, echt geweldig. En je ruikt ook een lichte geur van Pornstar Martini. Lekker passievruchtgeur. En dit is echt mijn favoriet, de Espresso Martini. Qua drankje is mijn favoriet, maar ook qua kaars. Hij ruikt ook echt super lekker. En de kortingscode is dus 10melanie voor 10% korting. Echt mega leuk. De postman brengt mijn pakketje en ik kan letterlijk even niet bedenken wat het zou kunnen zijn. Ik heb mijn koffer trouwens helemaal ingepakt. Even het huis mee schoongemaakt, de was gedaan. En ik ben nu even op de bank aan het editen. Zodat ik daar niet hoef te editen, omdat ik natuurlijk iedere dag vlog online wil. En ik heb maar tot morgen ingepland. Dus ik heb nu één vlog klaar. Dus dan heb ik zeg maar tot vrijdag. Eigenlijk nog één heb ik tot zaterdag. En dan zondag kan ik dan nog eventueel nog thuis doen. Eén dag in vlog is ook niet erg. Dus ik wil er eigenlijk gewoon nog even eentje fixen. Hopelijk red ik dat. Zodat ik niet daar in het editen ben. Op zich kan ik daar wel editen. Maar zonder, want ik ben er nog maar zo kort. Ik ga trouwens naar Mary Jo. Mary Jo is een meisje die ik ken vanuit hier. En ik ken haar eigenlijk helemaal niet zo goed, om heel eerlijk te zijn. We kennen elkaar echt gewoon 3 keer gezien of zo, maar boeien. Zij loopt een stage in Valencia. En ik dacht, ik heb zin om weg te gaan. Dus ik ga gezellig een paar dagen sparen langs. En ik denk dat we ook wel heel erg goed kunnen klikken. Want we appen dus nu steeds vaker sinds ik mijn ticket heb geboekt. En het klikt gewoon goed via app in ieder geval. Ik heb een pakketje gekregen van Wax Melt bij Roos. En ik kan me vaag iets herinneren dat ik laatst een bericht kreeg van mag ik je wat opsturen? En ik denk dat het dit pakketje is. Ruikt in ieder geval lekker. Ik ruik het er gewoon doorheen. Oké, er zit een kaartje in. Een kaartje. Even kijken wat erop staat. Lieve Melanie en Ramon, veel geluk in jullie nieuwe huisje. Hierbij een kleine geitje, liefst Rosalie, Wax Melt bij Roos. Wat lief, heel erg bedankt. Wat schattig. We gaan even foto's maken. Wat schattig dat mensen hierover nadenken. Toen vroeg ze mijn adres om me wat op te sturen. Nou, natuurlijk mag dat. Ik heb hier dus een bordje. En dan heb je hier dus, ik denk dat dit zeep is. Pelagio Louis Vuitton. Oké. En Amour Jubilation. Oké, lekker. Geen idee wat het allemaal is. Rosé Musk Montal. Oh, allemaal bekende geuren, joh. Wat leuk. Maar dit is dan... Is het dan wel een kaars? Of is het zeep? Volgens mij is dit zeep. Toch? En dan heb ik hier nog wat kaarsjes in zitten. En een kaarshouder erbij. Superleuk. Ik denk dus dat dit zeepjes zijn. Maar ik weet niet zeker. Ik ga even op haar Instagram kijken. En dan kan ik hier dus kaarsjes in doen. Superleuk. En heel erg bedankt. Ik ga het straks ook even naar haar laten zien. Heel schattig. Dankjewel. Oh kijk, dit is een Insta. Ik zal ze even terugvolgen. Kijk, zo werkt het dus. Je doet dus een kaarsje aan. En dan pak je een van die reepjes. Die breek je in stukjes. En die leg je er dus op. Oh, het lijkt op zeep, maar het zijn dus gewoon geurkaars of zo. Ik weet niet hoe je het noemt, maar wat leuk. Dan heb ik dus deze geuren, Montal. Ramon en ik zijn echt gek van Montal parfum. Deze ken ik nog niet, maar Louis Vuitton dan weer wel. Dus we gaan het zeker even een keer testen. Ik ga straks naar Valencia, dus niet vandaag. Maar doe je hier een kaarsje in en dan leg je het hier op.
Wat een leuk idee. Ik kan niet wachten om het te proberen. Echt heel leuk. Dat gaat Ramon ook leuk vinden. Kijk, ligt daar een lief kaartje erbij. Wat staat erop? Lieve Melanie en Ramon, veel geluk in je nieuwe huis. Hierbij een kleinigheidje. Liefste Rosalie. Wax smelt bij Roos. Zo leuk. Oké, je kan hier dus een kaarsje branden. Hieronder en dan... En kan je hier die dingetje op leggen. Zo, lekker. Ja. Dit zijn die geuren. Ik ben echt benieuwd. Louis Vuitton. En Montal. Die kan ik dan niet, maar... Ja. Lekker, hè? Ik ben benieuwd. Je gaat koken, zie ik. Moet ik je uit gaan proberen. Ja, zeker. Goed bezig. Ben ik een keer weg, ga jij koken. Goeie sound. Ramon die brengt mij eventjes naar Eindhoven. Zo lief. Super lief, echt mijn liefje. Ga je missen, schatje. Ik jou, zo erg. We zijn nu zo gewend om dus iedere dag samen te zijn. Voorheen was het gewoon standaard dat we elkaar één keer in de week weer 5 dagen moesten missen. Maar nu moeten we elkaar weer 5 dagen missen, maar voelt het toch anders. Ja. Want je zo gewend bent dat je elkaar elke dag ziet. Maar het is ook wel eens goed voor je. Afstand is ook goed voor je relatie. Zeker weten. Echt lekker plezier hebben. Het is heerlijk weer daar. Dus. Ja, het is rond de 20 graden. Niet heel warm. Want vorige week was daar dus 28. Ik helemaal blij. Maar het is wel echt gedaald naar 19, 21. Het is te doen. Dat kan zo weer veranderen. Het is gewoon lekker. En als de zon gewoon lekker fel is, dan is het sowieso lekker. Nou, het zijn 40 minuten rijden. Want ik vlieg vanaf Eindhoven Airport. Lekker in mijn eentje naar Valencia. 2,5 uur. Tegen wie moet ik nu aanlullen dan? Ik hoop dat het rustig is, maar volgens mij is dat het aardig vol. Want ik ging zo kijken waar ik zat en toen zag ik dat ik nergens anders meer kon zitten. Maar dat kan ook zijn omdat je nu niet meer zo kan reageren. Ik heb geen idee, we gaan zien. Ik zit er niet meer naast. Ik hoop zo. We komen in Valencia. Marie-Josef gaat ongeveer al een kwartiertje er is. Ik ga even mijn koffer even halen. Als hij meegekomen is, shit. Ik ben mijn AirTag vergeten toe te voegen. Dat zou ik doen voor het eerst vandaag. Goeie vlucht gehad. Mooie lucht, Barbie lucht, alles roze. En nu richt ik mijn roze koffertje. Nou, aangekomen bij mijn shop. Ik heb hem even opgehaald bij Valencia Airport. Super chill. En ze woont dus echt 25 minuutjes van de airport vandaan, dus dat is echt heel fijn. Ik denk dat we even snel naar jouw huisje gaan, even snel omkleden en dan lekker uit eten. Ja. Heb je al een idee wat je wil eten? Nee. Nee, hè? Gewoon lekker naar de stad. Ja, we zien het wel. Gewoon kijken wat er leuk uitziet. En lekker drankjes doen, helemaal zin in. Wel jammer dat ik in het donker aankom, want dan heb je toch altijd een ander beeld van waar je eigenlijk komt. Maar morgen zien we meer. 5 minuten in Valencia en we hebben een autobotsing gehad. Kijk, haar spiegel is eraf. Het is heel erg. Mooi, Jo is nu even aan het bellen en zo. Met haar vader. Ik heb het ook zelf nog nooit meegemaakt, zoiets. Maar ze is echt een stoere chick, jongen. Boeit haar ook niet. Of het boeit haar wel, maar ze is, stapt er gewoon uit. Even kijken wat de schade is. Durf wel. Echt, hoe het verkeer ook rijdt. Ik denk, nou, ik moet er niet rijden. Nou, allemaal ellende. Niet normaal. Een man was dus met zijn auto tegen onze auto geknald. Want hij reed veel te hard en hij ging invoegen. Opeens ging hij gas geven. Gevaarlijk, hè? Ja, heel gevaarlijk. En hoe heb je dat opgelost, stoere meid? Ik heb verteld in de vlog hoe stoer ik jou vond. Oh. Ja, jij stapt gewoon uit. Ik ga even kijken wat de schade is. Echt gewoon zonder angst of zo. Ik denk, nou, ik zou hier al lang janker achter het stuur. Ja, vond ik stoer. Maar het is opgelost. We hebben papieren ingevuld. En ja... Ik hoop dat het niet te veel impact heeft op jullie verzekering. Zo niet, denk ik. Ja, ik weet niet hoor.
Zulke dingen zijn nooit goed. Als je iets hebt meegemaakt, zeg maar altijd, je bent hoogverzekerd voor lage prijs. Elke keer als wat gebeurt, gaat dat ding omhoog. Ja, dat wel. Dat is echt kut hoor. Maar meestal kun je dat bedrag ook gewoon betalen. Aan de ja? Oh, dat zou heel fijn zijn. Nou, in ieder geval, het is inmiddels ook alweer 9:30. We hebben denk ik wel echt 1,5 uur daar gestaan. Ja. Echt zei ik. We hebben ons even taart gemaakt, want Joyce's telefoon hebben opgeladen. Dus zijn we onderweg naar een restaurantje. Weet je de naam nog? Kaya. Sushi in ieder geval. Mijn camera is zelfs heel erg slecht scherp in de nacht. Nou, we zijn even met een taxi, want... Wil je dat vertellen? Wat voor ik nou, mensen denken dat ik echt... Ja, zij heeft echt een... ja, hoe noem je dat? Een kutweek. Een kutweek. Ze is vorige week overvallen op straat. Ja. Vooral haar vriendin. Ze hebben zijn tas gepakt, horloge en mobiel. Ja. Gewoon midden op straat. Dus ik heb al gezegd tegen mannetje, we gaan elke dag hier taxi pakken. Want het was gewoon op een klaarlichte dag, hè, wat er gebeurd was met hun. Het was niet eens in de nacht of zo. Dus ja, we proberen zoveel mogelijk taxis te pakken naar de stad en zo. Want liever wat geld betalen dan een steek in mijn rug. Ja. Nou, we zijn in het centrum. Met mijn kleine schatje. We zijn hier afgezet door de taxi. We moeten nog even een klein stukje lopen. We hebben nu waar we uitkomen. De plaatjes zagen er op zich wel cute uit. Dus we gaan het zien. Nou, dit is het. Ziet er toch cute uit. We zijn helemaal geplaatst in een soort van kokonnetje. Helemaal ingesloten. Vet schattig. We moeten even kiezen stellen via de... Welkom! Onze eerste rol. Maar wat we even niet rekening mee hadden gehouden is dat er banaan op zit. En het lijkt wel een beetje op appels of zo. Ja. Echt benieuwd. Ik denk dat het die appelsaus is. We hebben geen sojasaus trouwens. Kunnen we wel praten. Ja. Moet roeren met dat ding. Oh, de achterkant zo? Weet ik. Dan was ik toch een vieze lepel in mijn hand. Dan heb ik het los. Toch een vrij fout hoor. Ready? Ja. Ik ben echt benieuwd of dit lust. Ja, ik ook. Zo. Nou, girl, cheers. Ja, let op. Ja, ik wil. Cheers! Zal ik proeven? Ja, doe maar een T6. Delicious. Ja, is echt lekker. Ja, echt lekker. Ja, hè? Ja, het proeft niet heel erg naar rode wijn, vind ik, maar wel lekker fruiten. Lekker fruit, is echt lekker. Ja. Nou, gelukkig lust je het, want kunnen we dit vaker drinken hier. Ja, lekker. Ja, top. En we hebben nog een sushi bestel met een soort van avocado erop. En allemaal andere dingen, die ging je het even uitleggen. Maar dit is op aanrader van de bediening. En deze trouwens ook. De volgende hebben we trouwens niet besteld, de rest. Jawel, we hebben gyoza's. Oh ja, dat wel, ja. Klopt. Ja. Okay. Nou, bon appetit! En we hebben gyoza besteld, inclusief lekkere bruine bonen. En wat vind je ervan? Eén gezicht, wat je ervan vindt? Wat schattig. Schat, zitten we bij een illegale shisha lounge. En dit is een Barbie shisha. Dit is toch wat we willen? Roze. Nee schat, hij wordt mooier dan dit. Ik ga jullie straks weer laten zien hoe het eruit ziet. Nu best. Volgens mij zag ik er één. Nog een keer. Maar je moet wel alleen het goede stuk erin laten. Jij bent er zo heen. Ja, dit is het wel. Ja. Deze girl. Ja, dit is goed hoor. En die stang is zelfs roze. Alles is roze hier. I love it. Zelfs de lucht toen ik hierheen vloog. Is het een teken dat ik naar Barbie World mag morgen? Ik zie ons lengteverschil. Ben ik dan lang of ben je klein? Of heb ik platforms aan? Nee, ik ben klein. hoeveel centimeter ben je? 1,60 meter. Dat kan niet, ik ben 1,68 meter.
1,57 meter. Je liegt, hè? Je liegt. Nou, schatje, wij zijn weer lekker thuis aangekomen. Nou ja, thuis. Bij Marie Jo thuis. Waar ga ik slapen? Leuk dag. Dat is een leuk avondje. Ja, dat was heel leuk. We zijn wel weer weg, hoor. Je zijn we jullie al wegdrukken. Ja, was gezellig. Wat gaan we morgen doen? Nee. Mooi statief hier. Perfect. Ik weet niet wat we morgen gaan doen. Misschien dat we de auto even naar de garage moeten brengen. Ja. Want de spiegel moet weer af. En even het centrum in, denk ik. Ik ben wel benieuwd naar Valencia. Ja, eruit ziet. Leuk. Dus dan heb je er morgen gezellig mee. Vond je deze vlog leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zien we jullie hopelijk morgen weer. Doei!